Op de eerste plaats heet ik jullie als voorzitter namens het bestuur van Bladella van harte welkom hier in onze gloednieuwe kantine. Bladella, de voetbalvereniging die dit jaar 100 jaar bestaat. En op het einde van het jubileumjaar hebben wij gemeend dat het leuk is om een reunie te organiseren van oud-Bladella-leden. En uiteraard zijn daar ook de huidige leden van harte welkom en van de partij. Het leek ons wel passend om vanavond nog even extra aandacht te besteden aan oud-bestuurders die met de door hun geleverde inspanningen er mede voor gezorgd hebben dat Bladella de club is die het vandaag de dag is. Een dynamische vereniging met 1050 leden, 36 jeugdelftallen, een meidenteam, een G-team, een damesteam en 12 seniorenelftallen. In zijn toespraak ging de voorzitter verder in op de uitbreiding van het complex de laatste jaren, het clubhuis, de kleedlokalen en ook de aanleg van de kunstgrasvelden. Kijk, en verder was het gezellig bijpraten, praten over vroeger en natuurlijk praten over nu. Er was een fraaie collage gemaakt van foto's uit vroegere jaren. En daarna was het tijd voor de groepsfoto. Een beetje inschuiven. Helemaal in het midden ziet u het oudste bestuurslid, ex-bestuurslid Bert Schoofs, met al die anderen eromheen. En toen verzamelden zich in de vroege avond ongeveer 200 oud-leden van Bladella en leden van Bladella ouder dan 40 jaar. Om samen terug te blikken. Ja, Jan Vermeer, hij was er ook. Wil Koppens, de beste voetballer ooit. Olaf Omen. En natuurlijk Jan Moorman, oud-keeper. Gerard van Limpt was aanwezig. Jos van Korven met Theo Pijnenburg. En die Mercedes. Er komt binnenkort een einde aan de festiviteiten. Natuurlijk 100 jaar Bladella. Jullie zijn al zo lang aan het feesten. Dan hebben jullie al bijna 105 jaar bestaan. Het kan onderaan toe wel, hè? Na een jaar zetten ze nog een tent neer. De 150 man binnen, maar toch 5000 ding kan. Roken is verboden, zie ik wel, dat is wel duidelijk. Als coach van een seniorenelftal nam hij het voetbal in zijn algemeen en de spelers natuurlijk flink op de hak. Er werden foto's geprojecteerd en er werd veel, heel veel gepraat. Over toen. Er was gezorgd voor een drankje, voor een hapje en voor veel gezelligheid hier, Kees Rens en Isidor Thijs bijvoorbeeld. En toen het wat donker werd in de tent, konden de aanwezigen op het zeil ook oude foto's, foto's van toen, bekijken. De gebroeders Zuntjes, links Sooi en rechts Jatte.
En zo bleef het nog lang gezellig aan de slachtenbord in de tent die daar was neergezet ter gelegenheid van het jubileum.